Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Goedemorgen allemaal. Tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag maandag. Wat betekent, we starten weer een nieuwe weekvlog. En het zal waarschijnlijk de ene laatste weekvlog zijn voordat ik weer ga beginnen aan school en stage. En de vakantie voorbij is. Het is voor mij nu dus maandag. Ik ben al een behoorlijk tijdje op. Het is al middag. Het is volgens mij al 12:30 geweest of zo. Het is zelfs al bijna 1:00. Ik moet over een half uurtje ga ik vertrekken naar de schoonheidssalon. Ik heb namelijk afgelopen kerst van mijn ouders een bon voor de schoonheidssalon gehad. Die ik nog steeds niet gebruikt heb. Dus ik heb daar afgelopen maand een afspraak gemaakt. Die staat dus vandaag. Dus ja. Dat ga ik zo meteen doen. Ik ga zo meteen naar de schoonspecialist. Ik ga even een kopje koffie zetten, want dat heb ik nog niet eens op vandaag. Ik ben alleen maar bezig geweest en alles. Ik heb vandaag gewoon een simpel, blauw-groene trui aan. Zwarte broek. Ik heb mijn slippers nog aan. Ik doe zo meteen doe ik mijn Vans aan, denk ik. Die zijn het makkelijkst om ook weer uit te doen daar. Ik heb niks op mijn gezicht zitten. Ik heb alleen mijn gezicht een beetje gereinigd vanmorgen. En voor de rest heb ik er niks opgehaald, want dat wordt er zo meteen toch weer afgehaald. Dus ja. Het is lang geleden dat ik gewoon een specialist ben geweest. Maar ik heb er wel weer eventjes zin in. Even lekker weer een zen momentje. Even lekker vertroeteld worden. Mijn gezicht helemaal shiny en ready maken voor het nieuwe schooljaar. Inmiddels is het avond. Ik heb een leuk dagje achter de rug. Ik ben glad getrokken vandaag. Het was echt heerlijk. Gewoon even een lekker relaxed momentje voor mezelf. En dat had ik wel even nodig. Dat gedaan te hebben vandaag ben ik vervolgens nog boodschapjes gaan halen. Ik ben even bij mijn opa en oma langs geweest. En ja, het was eigenlijk heel chill. Mijn wenkbrauwen zijn zelfs geëpileerd vandaag. Maar doe ik het zelf. Ze zijn gewakst en geëpileerd. Ik ben heel erg tevreden. Ja, ik heb vanavond lekker gedoucht en ik ga zo lekker mijn bed in. Het is niet heel erg laat volgens mij, maar het is 9:15. Het valt mee. Ik ga morgen eventjes een dagje weg met Ash, een ochtendje. En in de middag ben ik hier, want ik wil even mijn kamer gaan schoonmaken. En ik heb nog een paar dingen op de planning staan. Dus ja, dat gaan we morgen allemaal doen. De camera een beetje uit focus volgens mij. Ja, maar ja, in ieder geval, ik ga mijn laatste video afkijken en dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen allemaal, het is voor mij vandaag dinsdag. Ik ben inmiddels wakker, ik ben aangekleed. Het is 8:10. En wat heb ik vandaag aan? Ik heb eigenlijk vrij simpel make-up opgedaan. Niet te veel poespas, maar anders gewoon een beetje concealer. Mascara, wenkbrauw, that's it. Dit heb ik aan vandaag. Gele trui, zwart broek, zwarte schoenen. That's it. Dus let's go. Ik ben net op plein geweest, ik ben nu weer onderweg naar huis toe. Herrie. Ik ga even een paar kleine boodschappen halen en daarna dan ga ik richting huis toe. Eventjes gezellig. Ik ben echt serieus elke kledingwinkel af geweest op zo'n plein. Om te kijken voor een outfit voor mijn verjaardag. En geen enkele winkel had iets wat ik leuk vond. En alles was te klein of veel te groot. En ik vind het dan, ik wil dan ook wel graag iets dat in de sale is, weet je wel. Dus als je het gewoon een leuk blouseje of een lekker goedkoop, niet te duur, maar ja, dat hadden ze dus niet. Maar ja, ik zie het. In ieder geval ga ik nu even naar
Albert Heijn. Ik zit lekker naast de metro, dat is ideaal. Op naar de Albert Heijn. Goed, ik heb even een bloemetje gehaald voor mijn moeder en een klein bosje rozen voor mijn oma, omdat natuurlijk de kat is overleden. Ja, ik vond het wel leuk, bosje voor mijn moeder. En ja, mijn oma verdient ook wel een klein bosje. Die heeft het nog steeds heel erg moeilijk met het verlies van de kat. Dus even een klein bosje om op te fleuren. En gewoon omdat het kan voor mijn moeder en omdat we de laatste tijd heel veel discussies hebben met z'n tweetjes. We liggen niet helemaal lekker op één lijn tegenwoordig, mijn moeder en ik. Maar dat heeft iedereen wel eens. Moeten we allemaal aan werken. Dus ik dacht, ik ga het even een beetje goed maken. Hopelijk vindt ze het leuk. Goed, ik sta nu in het pashokje bij de New Yorker. Ik heb wat items. Ik heb die grijze broek en een leuk rood shirtje. En dan hoop ik dat die past, want dan heb ik een leuke verjaardagsoutfit die ik nog steeds niet heb. Dus we gaan even passen. Goed, ik ben thuis en precies dat ik wilde filmen, wat ik aan had, was mijn camera leeg. Dus ik heb het gekocht en ik denk ik laat het hier wel zien. Ik ga jullie even zo neerzetten. Het eerste wat ik heb gehaald is dit shirtje. Voor mijn verjaardag een tijger of een slangenprint shirtje, maar dit mouwtje heeft dus een pofmouwtje. Dus dat vond ik weer heel erg leuk. Dus die heb ik. Dan heb ik dit velvet shirtje. Die vond ik ook heel erg leuk. Ik kon eigenlijk niet kiezen. Dus het is of deze of die andere. Maar deze vond ik ook heel erg tof. En die combineer ik dan allebei op deze. Oeps. Die combineer ik dan allebei op deze donkergrijze spijkerbroek. En het leuke is, de gulp hier is dus deze hele lange rits. Dus dat vond ik heel erg grappig. Leuk detail eraan. En verder is het gewoon een normale broek. Hij zit wel boven je enkel. En hij heeft een klein beetje van die afgerafelde onderkantjes. Maar voor de rest vond ik hem heel erg leuk. Dus that's it. Goed, ik heb me heel even omgekleed, want ik heb het zo warm en ik heb gewoon een vest aangedaan terwijl ik het warm heb. Ik heb even een korte broek aangedaan en mijn sexy slippers, like I'm home. Dus het maakt me niet uit wat ik aan heb. Ik ga even mijn bed doen. Ik ga mijn bed eventjes verschonen. Tenminste, de onderlaag heb ik pas gedaan. Die is pas gewassen en erop gedaan. Maar ik wil even mijn bedden goed gaan verschonen. Dus mijn kussen en mijn hoeslaken. Ik heb hier nieuwe liggen, dus dat gaan we even doen. Bepakt en bezakt naar de andere kant van de straat, want ik ga vanaf bij mijn opa en oma slapen. Morgenochtend ga ik natuurlijk met mijn opa en oma mee naar mijn tante toe en ze gaan best heel vroeg weg, dus ik zat daar net op de koffie en toen dacht ik op mijn eigen, ik ga dan zo naar huis en dan ga ik morgenochtend weer in één keer heel vroeg daarheen, terwijl ik net zo goed gewoon daar kon blijven slapen, want ze hebben een logeerbed staan. Dus ik heb gewoon mijn eigen kamertje daar. Dus Kim gaat weer eens oldschool bij opa en oma slapen. Het is een tijdje geleden dat ik daar echt heb geslapen. Ik doe het natuurlijk niet heel vaak meer tegenwoordig. Ja, je wordt ouder, ik ben inmiddels 20, over een week 21. Dus ja, ik doe dat niet heel vaak meer. Maar ik dacht, ja, op zulke soort momentjes, waarom niet? Dus vandaar. Ik heb alles mee, mijn schoonmaakspulletjes, make-up. Kleding voor morgen. Ik heb alles bij. Dus let's go. Ik ga lekker daar slapen en mijn avondje vertoeven. Wat ik daar ga filmen of doen, ik heb geen idee. Maar ja, jullie gaan het wel meemaken. Dat blijft een vlog.
goed. Ik heb net lekker mijn skincare gedaan. Je kan merken dat mijn neusjes hier vaak het langste en snelste slapen. Want ik lig vannacht dus onder een apendekbed. Moest ik gewoon eventjes delen. Ik heb mijn skincare gedaan. En ik moet zeggen, nadat ik bij de schone specialisten ben geweest, vind ik mijn gezicht op zich wel goed geworden. Ik heb alleen wel wat plekjes in mijn gezicht. Maar dat komt ook omdat het mijn tijd van de maand er is. Deze week. Dus ja. Is wat het is. Het hoort er allemaal bij. Maar ik heb in ieder geval lekker uitgebreid mijn skincare gedaan. Dat is wel iets waar ik de laatste tijd heel veel houvast aan heb. Dus echt standaard elke ochtend, elke avond eventjes een complete reiniging goed wassen. Daarna een tonic en een reinigingsmelk eroverheen. Vervolgens een goede crème erop. En ja, dan ben ik op zich helemaal oké voor de rest van de avond of dag. Wat ik nu ga doen is, ik ga heel even naar beneden nog. Ik ga nog even gaan wat drinken. En daarna ga ik wel mijn bed in. Want mijn wekker staat morgen 7 uur. Omdat we rond 7:30, of tenminste 8:30, 9:00 willen we naar mijn tante toe. Moesten daar nog een paar dingetjes regelen voor ze terugkomen van vakantie. Maar ik ben toch wel iemand die de laatste tijd wel vrij op tijd op wil staan. Ook als ik weg moet, wil ik op tijd opstaan om gewoon even puur een momentje voor mezelf. Even lekker wakker worden. Eerst even lekker wakker worden met een kop koffie. Daarna mijn ding gaan doen. Ik ben niet zo heel erg van het 7:30 voordat je weggaat opstaan en snel je ding doen en dan de deur uit. Dat was ik wel altijd. Ik was altijd echt precies, misschien 3 kwartier voordat ik de deur uit moest, ging ik op. Deed ik mijn ding en ging ik weg. Maar tegenwoordig hou ik daar niet zo heel veel van. Ik wil echt wel iemand die heel even 's morgens tijd heeft om even op te starten, wakker te worden en daarna lekker mijn ding te gaan doen. Dus ja, dat werkt voor mij heel erg goed de laatste tijd. Dat merk ik heel erg. Dus dat blijf ik me ook gewoon lekker doen. Ik heb mijn kleding klaargelegd. Ik heb morgen mijn nieuwe shirtje aan. Mijn velvet shirtje met een zwarte broek. En ja. Ik heb gewoon lekker alles bij. Lekker alles meegenomen. Ik heb mijn laptop bij. Dus ik ga zo nog heel even proberen een aflevering van Zoep te kijken. Want het schijnt dat op Videoland nu Zoep staat. Kennen jullie Zoep niet? Dan denk ik om eigen waar heb je geleefd. Maar vroeger was dat echt een mega mega hit. Rangers in Oude Hans Dierenpark. En ja. Oh, zo gaaf dat dat nu weer te zien is, zeg maar. Dus ik ga me daar wel een beetje op bindwatchen. Ik ben heel benieuwd om het allemaal terug te zien. Het is echt heel erg lang geleden. Maar ja, ik ga dus alle afleveringen van Zoep zo snel en zoveel mogelijk kunnen proberen te kijken. Maar ja, ik ga eerst lekker nog even naar beneden wat drinken en dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen. Het is trouwens nu, die klok loopt volgens mij niet goed. Oh jawel. Het is bijna 10 uur. Ik ga trouwens mijn achtergrond veranderen, want ik word helemaal gek van die achtergrond. Dat is echt niet leuk. Dus ja, ik zie jullie morgen. Slaap lekker. En het is wazig. Slaap lekker. Ik was voor mijn wekker al heel veel wakker. Dus ik ben op zich wel een beetje wakker geworden. Ik heb goed geslapen, dat wel. Ik ga even koffie drinken. Met de koffie ga ik me klaarmaken. En daarna ga ik echt ontbijten. En daarna gaan we waarschijnlijk weg. Denk ik, gok ik, geen idee. Eerst even mijn koffie om op te starten. En ik was gisteravond al een paar afleveringen van Zoek aan het kijken. Dus dat ga ik nu maar ook even doen. Thank you.
momentje. Ik ga gewoon lekker voor een kleurtje op mijn ogen. Dat doe ik niet vaak. Dus nu wel. Ik ben lekker aangekleed. Ik heb een nieuw shirtje aan. Het zit heel erg lekker. Ik ga nu even gaan mijn tanden poetsen. En dan gaan we weg. Ik heb lekker lopen tutten vanmorgen. Het was altijd snel snel. En vanmorgen dacht ik, lekker tutten. Goed, ik ben inmiddels bij mijn tante thuis. De zon schijnt. En het is echt, het is heel fel. We gaan even een boodschapje halen. Want anders heb ik geen lunch. En het is al over 11. Dus dat gaan we nu doen. We gaan even naar de supermarkt. Ik neem gewoon mijn grote handtas mee. Dan kan alles daar gewoon lekker in. En hoeven we niet moeilijk te doen. Met plastic tasjes en al die dingen. Dus ja, ik zit lekker binnen. Ik ben lekker filmen en kijken. En, YouTube en alles. Lang leven YouTube Premium. Ik ga even een boodschapje halen. Even lunch. Amsterdam, maar ik ga morgenmiddag pas naar Amsterdam. Morgenochtend moet ik hier nog wat dingen doen. Dus ja, ik ga op zich vrij snel op tijd slapen. Ik heb op zich makkelijk avond gegeten. Verder een hele rustige avond gehad. Dus ik ga zo naar mijn bed. En that's it, denk ik. Ik heb niet trouwens niet eens een idee hoe laat we leven. 10 uur geweest. Dus dat valt op zich nog wel mee qua tijd. Maar ik ga wel lekker slapen. Ik ga even mijn medicijnen innemen. En dan duik ik lekker mijn bed in. Dus ik zie jullie morgen. Oh ja, en ik ga misschien nog wel even een aflevering van Zoek kijken. Puur omdat het leuk is. Oh ja, en ik heb een nagels donkerbruin gelakt vandaag bij mijn tante. Verder nog wat te melden? Nee, volgens mij niet. Ik ga maar dingen doen en dan ga ik slapen. Slaap lekker. Goed, goedemorgen allemaal. Het is voor mij vandaag donderdag. En ik ben lekker onderweg naar de metro. Ik ga zo meteen eerst eventjes gauw een flesje drinken halen. Want ik dacht dat we dat gewoon in huis hadden, maar dat hebben we dus niet. Dus dat ga ik even halen. En ik denk dat ik ook een pakje kauwgom ga halen. Dat is toch niet zo heel erg fijn als je dan voor iemand gezicht gaat staan straks. Ja. Ik ga namelijk ook met een reden naar Amsterdam. Eigenlijk zou ik helemaal niet gaan, maar nu ga ik wel in één keer. Giel de Winter die heeft een pop-up store geopend in Amsterdam. En die opent morgen pas, maar vandaag
zijn mogen er mensen die gewonnen hebben. Ashley heeft dus gewonnen. Ze mag eens iemand meenemen. En ja, daardoor mag ik nu dus mee. En is er dus een meet and greet met Giel. En mag je als allereerste in zijn pop-up store gaan kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het zag er op Instagram allemaal heel erg gaaf uit al. Dus ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd hoe Giel ook natuurlijk in het echt is. Maar vooral gewoon hoe de kleding is en wat hij nou allemaal ontworpen heeft. En je ziet wat dingen hier staan, maar het is natuurlijk nog lang niet alles. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ja. Wat ik trouwens aan heb, zal ik jullie ook even gaan vertellen. Ik heb dit zwarte shirtje met halve mouwen aan van de New Yorker. Dan heb ik mijn blauwe broek en mijn Vans aan. En ik heb deze... Het waait. Het is heel warm, maar het waait wel. En dan heb ik deze shopper bij me. Gewoon lekker alles erin en ik kan alles eruit halen. Dus daar ben ik heel blij om. Dus ja, het is ongeveer 2 maanden geleden. Ik denk 2-3 maanden geleden dat ik met Chantal in Amsterdam ben geweest. Toen kon Ashley niet mee. Nu gaat ze wel. Tenminste samen met mij. Nu gaat Chantal niet mee. Dus ja, het is leuk om met allebei even lekker op stap te gaan. Station Rijnhaven, Theater Walhalla. U kunt hier overstappen op de bus naar het SS Rotterdam. Change here for the bus to the SS Rotterdam. Station Rijnhaven. Niet met de trap nu. Oh, we zijn op Rotterdam Centraal. We gaan nu de treinpoortjes door. En dan gaan we naar Amsterdam. Oh, maar we zijn er in ieder geval. Kunnen we hier maar eentje achter? Tuurlijk. We kunnen gewoon door met onze OV. En we zijn binnen. Oh. Ja, let's go. Even de trein zoeken. Goed, even over de Henkel gehaald. Ik heb even stukjes appel gehaald dat we even iets snack hebben. Maar het is nu wachten op de trein naar Amsterdam. En dan ja. Gaan we even deze kant. Dan gaan we zo lekker met de trein. En daarna gaan we naar Giel. Yay! We zitten in de trein. Waarom zie ik er zo moe uit? Ik ben niet moe. Ik zie er wel moe uit. We zitten in de trein. Yay! Intercity naar Amsterdam. Wat heel tof is, want dat is we gaan er rechtstreeks. We stoppen niet overal. Dus ik ben heel blij mee. En Giel is al bij de shop. Ik wil er ook heen. Ja, die moet helemaal eraf. Amsterdam. Oh, en we zijn er. Nu eventjes een toilet opzoeken, want die kan ik wel gebruiken net 2 flesjes water en een jus d'orange en een koffie. Oh, niet meer? Nee. En ja, we zijn er in ieder geval. Hey, en trouwens, kan jij die video's nog herinneren van roadtrip dat ze in Amsterdam waren? Oh, dat ze aan het rennen waren op dat perron. Dat was dit perron. Want vorige keer stond ik met Chantal aan die kant. Toen zei ik, nee, het is deze. Toen gingen we die video's terugkijken en er stond de EF. Dus het was dit perron. Nou, ga je even rennen? Roadtrip heeft hier gerend bij de camera. Ga ik ook even rennen? Ga je ook even rennen, dan breek je je been. Ja, en dan val ik hier zo meteen beneden. Kom je niet helpen? Nee. Dan laat je lekker liggen. Ja, dat is goed. Je mag me laten liggen. Dat is goed. Doe wel de groeten dan. Ja, is goed. Ja?
Maar goed, we zijn hier in ieder geval. Yay! 3 maanden geleden. Nu ben ik er nu weer. Ik heb iets met Amsterdam en Den Haag de laatste tijd. Continu ga ik erheen. En we reizen gratis, dus dat is ook wel gewoon heel chill. Maar we zijn er op naar de Prinsengracht, want daar staat ons wat leuks te wachten. We zijn er! Met alweer Amsterdam. Centraal op de achtergrond. Oh, dat is centraal. Dit is centraal. Kan je nou herinneren waar Ponkers heeft gefilmd? Dat was hiervoor. Nee. Het is gewoon hier op het plein. Nee, ik kan het niet, echt niet zien. We gaan die kant op, want daar is Madame Tussauds. En daarachter ligt de Prinsengracht. Ik ga dit proberen te doen zonder Google Maps of al die ongein. Dus hopelijk gaat het me lukken en heb ik een goed denkvermogen. We gaan het zien. Je kan het hier niet aan zien, dit is gewoon een trein, maar we zijn er. Het was echt wel de moeite waard om te gaan. In het begin daar stonden we in rij dat we dachten, oké, we zijn er voor 3 uur nog niet aan de beurt. Maar het ging op een gegeven moment best snel. We hebben Giel gezien, super aardig. Giel is echt super, super nice. We hebben een selfie gemaakt, we hebben een foto daar gemaakt. En ik heb een t-shirt gekocht. Ik vond het wel een schokkend prijs, want de prijs was namelijk 40 euro. En dat vond ik best wel... een grote prijs, zeg maar. Ik vond het best wel schrikken en duur. Maar joh, het is Giel. Je koopt het maar 1 keer. Het is niet overal het koop. Dus ik dacht, weet je, vooruit. Dus vandaar. Overal tussendoor groepen. Dus ja, we gaan nu weer met de metro naar Rotterdam. En daarna dan lekker naar huis. Oké, ik ben inmiddels weer... ik heb mijn camera in mijn gezicht. Ik ben inmiddels weer thuis. Het was een super, 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 super leuke ervaring om Giel te zien. Het was echt... ik had niet verwacht dat Giel zo zou zijn. Ik had Giel echt anders. Ik had hem... ik wist wel dat Giel aardig lang was. Maar ik had hem wel iets kleiner ingeschat. Hij is iets langer dan dat ik had verwacht. We zijn natuurlijk naar de pop-up store geweest van Giel. En ik kon het niet laten om wat te kopen. Ik vond het wel vrij prijzig. Maar dat komt waarschijnlijk ook door de ontzettend goede kwaliteit wat het is. Ik heb het shirtje gekocht. Het witte t-shirtje. Met een guy erop. En op de rug... dat was wel mooi. Op de rug staat eigenlijk de tekst en de regel waarop deze collectie is gemaakt. Ik weet nog niet precies wat erop staat. Dat ga ik jullie allemaal nog een keer vertellen. En natuurlijk in het grote logo. Ik vind hem... oh ja, ik moest me zeggen dat ik thuis was. Ja, ik ben thuis. Sorry, als ik thuis kom vergeet ik dat altijd. Ja, dat is waar. Maar ik ben daar. Oké. Doeg. Ja, ik vergeet nog wel eens te bellen als ik naar huis ga in het donker. Dan vindt mijn oma niet zo fijn. Lang verhaal. Dus dit shirtje heb ik gekocht. 40 euro. Ik vind het qua prijs prijzig. Maar ik vind hem ook weer meevallen. Omdat de kwaliteit gewoon heel erg goed is. Als je wat kocht, dan kreeg je dit tasje cadeau. Met natuurlijk het logo erop. En zijn logo eigenlijk. De naam hier en het logo hier. En daarbij kreeg ik een kaartje met... ik ga het jullie laten zien. Met hier... Engu of Engai. Size on up. Oké. En aan de achterkant staat dus thanks for your purchase. Giel de Winter. Bla bla met een handtekening. Dan heb ik nog een... oh hier, hij is gevallen. Dan heb ik deze foto laten uitprinten vandaag. En daarachter heeft Giel dus een handtekening gezet. Wat ook super tof is. Die ga ik trouwens hier neerzetten. Ik vind het zonde om hem... wil ik hem hier neer? Ja, ik zet hem hier neer. Ik vind het eigenlijk best wel zonde om dat dan ergens anders neer te zetten. Terwijl het hier gewoon hartstikke leuk staat. Dus die zet ik hier neer. En verder hebben we nog een sticker gekregen.
En ik dacht, hoe gaaf is het? Ik heb natuurlijk nog een zwart telefoonhoesje voor deze telefoon. Dat was het eerste hoe ze hem kocht of kreeg. En daar heb ik dus de sticker op geplakt. Nu ik dus een soort geel telefoonhoesje heb. Ik vind hem heel tof. Ik ben er heel blij mee. En het is gewoon allemaal een hele goede kwaliteit. Maar ook geel. Het was super gezellig met geel. Hij was super aardig. We hebben lekker gekletst. En het is allemaal heel leuk. Ik ga nog even een paar foto's laten zien die ik vandaag heb genomen met geel. Dit was de selfie die ik heb genomen met geel. Super leuk. Giel is echt super aardig. Dit t-shirtje hing er trouwens ook. Het had alleen op de voorkant het logo. Maar die wilde ik niet. Dus dat heb ik ook gewoon niet gedaan. En dan heb je hier nog een foto die gemaakt is. Even kijken waar die is. En dan deze foto. Super leuk. Maar ik kwam er dus achter dat Giel schuin kijkt. Giel kijkt hier niet recht in die lens. Dat vind ik wel jammer. Giel die kijkt hier een beetje schuin weg. Kijk. Maar goed, ik vind het heel leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik ben er heel blij mee. Dus ja, het was echt een super gezellige dag. Ik ga nu de vlog afsluiten. Ik ga morgen alles editen. En dan ga ik morgen ook nog een paar dingetjes doen. En het weekend wordt het leuk. Maar wil je nou zien wat er het weekend allemaal gebeurt? Kijk dan op ons tweede kanaal, of tenminste op mijn tweede kanaal. Het kanaal van Chantal en mij, Just Like Us. Check even het linkje in de beschrijving. Of check hier aan het einde eventjes onze abonneerknop op dat kanaal. En kijk daar als je wil weten wat er het weekend allemaal gaat gebeuren. Want ik ben natuurlijk bijna jarig. Dus dat moet ook gevierd worden. Meer zeg ik niet. Ik zie jullie heel erg snel op mijn nieuwe video. Doeg!